Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe update video. Ja, ik moet met mijn paarden trainen. Jullie kunnen zien, ik zit nog steeds met, met de Friese steeds level 9 is. Maar ik ben niet vaak online de laatste tijd. Ik ben meer met andere dingen bezig. Maar nu ga ik weer video's maken. En ik heb alles nu klaarstaan. Ik heb een boekje liggen voor alle namenpaden. Wat zeg ik nou? Met paden, namen, wat ik nog had. Maar ik denk niet dat ik dan niet ga gebruiken, want ik weet niet of het wel goed bij gaat passen bij die paden. Maar dat zie ik dan wel. Maar laten we meteen beginnen met de update. Ik sta hier heel erg 5 plus bij met mijn Friesje. Maar oké, ik moet steeds trainen. En ik heb een beetje lijk wat mijn software van mijn toetsenbord is aan het updaten. Dus mijn lichtjes zijn uit. Ik heb alleen maar die standaard lichtjes. Maar oké. Dat roze blijft. Maar ja. Oh, ik heb zoveel starcoins. Ik ga ze allemaal kopen. Want magische paden koop ik altijd meteen. Want anders heb ik daar weer spijt van. En die knijpjes koop ik dan ook. Ik wil eigenlijk die starcoins doen wat ik zag. Maar ik dacht van, nee, ik ga niet 33 euro betalen. Geen zin in. Ja, want ik heb best wel veel starcoins nu. Dus maar ja, laten we meteen beginnen. Ja, zal ik eerst de konijntjes doen? Of zal ik eerst... Nee, ik vind hem wel heel erg leuk, dat wel. Oh, voor level 1 wat ik zag. Had ik niet gezien, maar oké. Nou, ga ik even mijn boekjes. Die ligt hier neer. Mijn kamer zit even vast, ook fijn. Is er allemaal mensen? Dat kan ik niet echt goed zien. Nou, ik heb nog maar een paar naampjes. Dus ik zou... Nou, dat past niet echt allemaal heel leuk bij. Zo. Kijken of ik iets kan vinden. Die heeft misschien met Pandoria te maken, deze allemaal. Want ik zie allemaal van die Pandoria dingetjes. Even kijken of ik een heel leuke naampje hierin kan vinden. Want die naam wat ik in het boekje staat, dat is niet echt voor naam te... Oh, nieuwe naampjes zie ik. Even kijken. Ik dacht dat ik er een naampje in mijn boek kan pakken, maar die naampjes zijn allemaal zo, ja, raar, zou ik maar zeggen. Zo. Even kijken of dat kan. Niet die van Galaxy of zo. Nee. In ieder geval een leuke kleur. Ik weet niet. Zou ik deze stone noemen? Dat er best op een steen lijkt. Deze lijkt ook wel op een steen. Zou dat kunnen? Wat ik in mijn hoofd heb. Oh, ik moet eventjes naar stone. Ik ga ze al bij stone op de achterkant. Ja, achternaam noemen. Want op ze op een steen lijkt. Stone. Oh, wauw. Nu kijk of ik een heel leuk naampje hier kan vinden. Nee. Even kijken. Ja, Runeswin heb ik al. Van die andere paard. Die ik heb, helaas. Stone. Nee. Ik kan die ene niet vinden. Waar is die? Shadowstone. Nightstone. Dat is wel grappig. Even wel nachtkleuren, dat wel.
Galaxy Stone. Nou, nee, ik weet het niet. Ik wil wel wat stone. Wat je op een steen lijkt. Danger. Danger Stone. Ik vind die wel heel erg gevaarlijk uitzien. Dat wel. Danger Stone. Ja, we gaan voor Danger Stone. Ja. Danger Stone in actie. Ja, want die zei ook dat die gevaarlijk was of zo. Wat ik gelezen had in de update berichtje. Noem ik lekker Danger Stone. En dan noem ik deze ook iets met stone. Ik weet even niet wat met stone. Oh, even terug. Zijn het lekker tweeling zusje of weet ik het. Nu kan ik ze toch niet meer... Oh, hier. Laat maar. Green kan kunnen, maar ga even kijken of iets anders ook kan. Lucky stone. Little Stone. Geweldig die namen. Miracle. Nee, morning. Ninja. Ik zag gewoon Green Stone, anders weet ik het niet. Zeg gewoon. Waar is hij nou? Nee. Ik vind het echt moeilijk. Even zo. Geen stone. Dat die groen en een steen. Nou, oké. Okay. Ik vind het prima. Maakt niet uit. Nou, ik heb weer twee nieuwe paardjes. En dan komen er nog twee kanentjes erbij. Nou, hoe leuk wil je nou? Gaan we een boekje. Weg. Dat hebben we nodig. Maar ja, als jullie leuke naampjes nog voor me hebben, zet hem al lekker in de reacties en ik schrijf het op. Nou, hier konijntjes, want jullie gaan mee. Hopla, hallo, dat is 1. En dat is 2. Vond ik wel leuk bij die paarden, heb ik al zoveel starcoins, but I don't care. Oké. Okay. Oh, er is ook iets bij de Lifetime winkel, dat gaan we ook even bekijken. Daar gaat mijn starcoins, maar oké, okay, ik heb het wel voor over. Yes, al gedaan. Ik heb het al gedaan. Hoeveel paarden zou ik eigenlijk nu hebben? Rond de 160 of zo? Ik weet het allemaal niet. Hoeveel paarden ik nu heb. Zou ik wel zo eventjes gaan kijken? Hallo, mag ik? Oh, deze fancy broek. Hier komen zo... Mijn ding begint aardig vol te raken, maar oké, okay, hallo. Sorry voor Discord. Nou, dan gaan we even die paardjes bekijken. Ik heb best wel veel magische paarden en ik heb best wel veel wat ik moet trainen. Dus als iemand met mij samen wil trainen, dan laat me dat ook eventjes weten, want ik heb wel een trainmaatje nodig. En als je ook Discord hebt, dan kun je ook samen gaan bellen. Want ik heb heel veel paarden die ik moet trainen. Ik wil het best wel jullie laten zien nu. Want het is best wel veel. En er komen nog twee paarden bij. Echt waar. Ik hou echt niet op mijn paarden kopen. Nou, jullie zien het. Die staan... Waarom staan de paardjes buiten? Hallo? Nou ja, dit zijn al die paarden nu. Nou, dit zijn al paarden die ik nu momenteel ga trainen. En... En nu is dat ook allemaal paarden. Level. Dus ook allemaal level 1 is tot hier. En ik moet echt heel veel trainen. Dus zeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
ik moet echt 44 paarden trainen. En eerst was het 42, maar ja, nu heb ik weer twee paardjes gekocht wat nu daar staan. En, dat is mijn maagspel dat ik had gebruikt in mijn vorige video. Dit paardje ga ik momenteel nu trainen. Maar gaan jullie eerst eens even op jullie plek, IB? Thank you. Ja, die site slaat ik gewoon om, want dat vind ik wel nice. Ja, je mag je om hebben, maakt me niet uit. Dus dat zijn eigenlijk de paarden die ik allemaal moet trainen. En dat zijn mijn magische paarden wat hier staan. Die moet ik nog gaan trainen. Daar is er nog eentje. En daar. Dus er zijn nog wel wat magische paarden. En ik zet nog even in de beschrijving hoeveel magische paarden ik heb. Want dan zien jullie zo wel. En ja, we gaan eventjes naar die paardjes bekijken. Nou, laat ik jullie even mijn paard hier staan. Dan gaan we eventjes kijken hoe die eruit ziet. Eerst voor deze. Want die staat lekker op bij. Hallo. Mag ik ook op je rijden? En doe ik wel eventjes veel. Dat is wel denk ik wel leuker. Wat een paard. Thank you. Oh, dat is een Clydesdale variant. Oké. Okay. Hier is nieuws. Eerst was een IJslander variant. Toen een Shire. Volgens mij ook de Engels volbloed of de andere. Ik weet het even niet meer. En nu een Clydesdale. Oké. Oh, hij is grijs als hij normaal ergens is. Bij stallen in de buurt. Dan spring ik gewoon echt. Geef gewoon echte dingen van een Clydesdale. Vind ik wel leuk. En zo'n paard had ik nog niet van een Clydesdale. Dus het komt er goed uit. Yo. Nou, verander je nog of... volgens mij hier, als het goed is. Ja, ik ga het nu veranderen. Blijf ik hier eventjes staan. Bling. En hij is veranderd. Ik vind die paarse ogen wel nice. Look at it. Very nice. Paarse oogjes. Doe mij denken aan Pandora. Pandora. Echt waar, Pandora, ja. En ja, vind ik wel leuk. Kan je hele leuke voice mee maken als je Pandora hebt. Denk eerder dat je met die andere paard kan doen. Want het is best wel leuk voor in een gebied dat alles groen is. Ben je echt een heet zo'n beest eigenlijk. Chameleon, die worden die beest wil ik. Ja, als je ergens in een goed gebiedje bent, maar van die boompjes, dan ben je helemaal gecamoufleerd. Helemaal leuk. En dit paard is wel leuk. Oké. Okay. Ik vind hem wel heel mooi. Ik moet ook wel een leuk setje bij combineren. Echt waar, praten is moeilijk vandaag. Maar ja, dan gaan we weer terug naar mijn stal. Ik vind de... Heeft hij ook een... Oh, hij heeft ook een paarse ogen. Wauw, wat ik niet verwacht. Ik zal op te letten hier. Even een bles zie ik hier. En dan van die vlekjes of appeltjes of... Ja, even van die vlekjes op zijn rug. Op zijn kont. Deze is wel mooi als hij gewoon normaal is. Dat vind ik... Oh, die heeft een heel andere staart. En de... aan de manen is hier grijs. Hier zo, en dan zit hij zwart. Volgens mij is dat een fout of zo. Ja, ik zal allemaal te kijken wat ik allemaal zie. En dan zie je meteen wel komen zijn. Ja, maar ik zal een beetje te kijken wat ik allemaal kan zien. Duurt de video wel lang. Maar dat maakt niet uit. Ik heb het wel vooral voor. Nee. Nou, ik vind hem wel leuk. Nu weer naar de volgende. Dan ga ik met mijn Friesje de video afsluiten. Dan zet ik hem weer terug op zijn plek. Ah, hier kan ik hem eigenlijk ook zien, eigenlijk. Waarom wil ik eigenlijk naar buiten gaan, eigenlijk? Nee, helemaal niet. Ja, dat ik hem hier ook kan zien. Oh, wat ik nu ook kan zien, heeft hij ook wat. Zie, kijk nu pas hieronder. Ik vind wel leuk dat hij paarse oogjes heeft. En ik zie dat ik ook 16 dagen stal wil. Mag ik mijn stal? Dank je. Oh, hij staat ook allemaal op. Paarden. Oh, deze heb ik strikjes gegeven.
Laat ik even meteen zien. Kijk, heb ik ook even strikjes gegeven. Vond ik wel cute bij deze. Bij de andere niet. Dat heb ik gewoon zo gelaten. Maar deze vond ik wel cute. Nu naar de volgende. Dan ga ik hem even hier inspecteren hoe die met kleur is. Maar heeft hij dat niet? Die al van die kleurtjes. Paars. Ach, paars. Heeft altijd paars. Dat is altijd mijn lievelingskleur. Ook paarse oogjes. En ik zie iets van blauw. En zwart. Oké, nu wil ik graag weten hoe die buiten eruit ziet. Mag naar buiten? Hallo. Hallo, dank je. Dankjewel, paardje. Oké, nu zijn we. Oh! Nice. Telefoon. Hou je mond. Oké. Wel. Lijkt wel een paard die ik ken. Look at. Oh, hij heeft vlechtjes in zijn manen. En is paars. Wow, deze is echt mijn favoriet, joh. Die is echt mooi. Deze is mijn favoriet. Ook al heb ik 2 gekocht, maar ja, ik hou gewoon van mijn gespaard. Ik koop ze gewoon altijd allemaal. Want ik wil niet dat ik wat spijt heb. Maar deze is wel leuk. Nog eens wat ik moet weten van de paard. Oh, dit is wel mooi overloop, dit. Ja, deze is wel leuk. Ja, deze is wel cute. Paarse oogjes. Ja, oké, ik heb het een beetje zo gezien. Nu ook even zien hoe die verandert. Ja, ik ben nu toch hier. Ook al had ik alles in de stal al kunnen zien. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om te kijken hoe die verandert. Dat is ook al leuk om te zien. En dan gaat hij weg. Nou, ik moest meer naar die kant. Bij het schaapje ga ik staan. Hey, verander je niet? Hey. Je hebt geen zin om te veranderen. Poef. En toen was hij veranderd. Maar ja, ik ga dit nu even terug naar mijn homestable. Ik heb nu een beetje alles gezien. Zag je die ook die tekentjes op zijn... Dat was echt heel raar. Beetje zag je me en dan poef was hij weg. Is wel leuk. Ik vind hem wel leuk in naam Danger Stone. Ik vind hem best wel gevaarlijk uitzien. En ja, dan ging die andere Greenstone. Ja, omdat ik dat wel grappig vond. Ah, nu hou ik eens een keer op mijn paden kopen. Oh, ik knal vol op een steen. Hè? Maar ja, iemand vond die paarden niet mooi. Maar ja, ik koop altijd magische paarden. Ik ga ook zo een foto maken met al mijn magische paardjes. Als ik dat mag. Ik weet niet of ik dat kan, want het zijn er eigenlijk best wel veel. Nou ja, ga ik de video afsluiten. En we hebben iets wils. Hallo. Even wat uitzetten. Thank you. Nou, ga ik de video afsluiten. Doe ik ook hier een buff van mijn stal. Zo. Nou, is dit dan de video. En ik hoop dat je deze video leuk vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Oh ja, en ik zal even ook nog van volgende week vertellen. Even kijken of ik dat kan vinden. Oké. Dit verwachten we volgende week. Je magische paarden ga je misschien wel vertellen dat over de plek waar ze hun echte kleuren laten zien. Oké, dat wordt een heel leuke update. Wat ik kan zien. Nou, dat wordt dus volgende week. Nou, deze video laat ik nu hierbij. En ja, laat ook in de reacties weten of je mee wilt doen met mijn trainen. Want ik heb echt een trainingsmaatje nodig. En laat ook in de reacties weten of jullie leuke naampjes hebben wat ik kan gebruiken voor mijn paarden te gaan kopen als er een nieuwe paarden uitkomen. En dan, ja, dat heb ik niet echt veel te vertellen eigenlijk over de update. Tot een nieuwe magische paarden, 2 nieuwe konijntjes en een nieuw item als je lifetime bent. Nieuw item in een bonuswinkel. Hallo, Stephanie. Ook lekker random. Maar oké.
Dan zeg ik bye bye en tot de volgende keer. Een paardje wil ik al zeggen, kijk maar.